Sommige mensen die kennen haar vooral als de vrouw van de keunskilder Jan Mankus. Maar Anna Senneke wie vooral de eerste vrouwelijke predikante van Nederland. Geef me de kracht om deze onderneming tot een goed einde te brengen. En vergeef me dat ik uw aanwezigheid zie in een ijzeren wiel met vleugels. U kent me beter dan ikzelf. En weet dat ik u altijd zoek, overal. De krant van 8 november Njontje in Alphen. Mejuffrouw Zernike te horen preken geeft de indruk dat de vrouw even goed geschikt is voor het predikambt als de man. Of vele mejuffrouw Zernike zullen volgen, de tijd zal het leren. Dit is althans zeker dat met mejuffrouw Zernike een vrouw het predikambt heeft aanvaard die een waardige voorgangster en baanbreekster kan worden genoemd. Amen. Haar optreden is aantrekkelijk, het is eenvoudig en waar. Een vrome toon klinkt door in haar keurig gesproken woord. Zij beschikt over een helder stemgeluid en haar voordracht is kalm en waardig. Op de Universiteit van Greze doe ik op dit moment promotieonderzoek. En dat doe ik naar Anna Senneke. Dus ik scroll een biografie over haar leven. Dit verslag uit het LC is natuurlijk een heel positief verslag. En daar wordt ze eigenlijk bejubeld. Maar daar ben ik wel orenverhalen. En dan ben ik zeker in al die discussies die hier al vroegen, zeg maar, in de jaren daarvoor, die binnen soms ook heel negatief. Hè. Dat gaat dan inderdaad hoe. En soms ook echt op de persoon spelen, op Senneke spelen dan van, nou ja, ken ze dat loon? Jong is ze. En het is een vrouw, dus ken ze dat geestelijke? Is ze, was, hè, ben vooral was überhaupt wel stabiel genoeg om dit om te kennen. Ik ben al 100 jaar, ondertussen 100 jaar verder en we zorgen natuurlijk dat in heel veel kerken vooral je op een kansel stinnen en ik volg vooral je op een kansel stinnen. Dus ik ben de protestantse kerk Nederlands en ik vooral je op een kansel. Maar er binnen nog steeds natuurlijk ik kerken werd dat net ken, werd het nog steeds net. En dan hing het echt nog steeds op dat Paulinisch gebod, hè? Op wat in de Bijbel zit, hoe dat vooral je eigenlijk zwaaien maakte in de gemeente. Hè? Ik stond weer in helpen met het dekken. Ja. Ik had de heren Lammerskwalle dienen. Protte werkzaam was binnen de agrarische sector. Maar op een gegeven ogenblik miste ik iets. Vooral het diepere contact met mensen. En na een gesprek met de predikant, overzinnende predikanten, toen zei ze van, ik zou daar wel voor stingen. En toen dacht ik van, en nu neem ik die stap. Die stap om theologie te studeren. En dat bevalt inmiddels zo best dat ik denk dat ik naar het seminarium te gaan. Hetzelfde seminarium wat Anna Senneke gestudeerd had. Wat natuurlijk 100 jaar geleden heel bijzonder was. Maar ze had de strijd leveren. Het trouwt voor mij heel makkelijk geworden is om nu theologie te gaan studeren. Ik ben dus net echt docent, jongens. Ik film hier thuis. Als ik de doorie heb een dag, dan ben ik thuis.
toen de oude kasteres dus overleden is. Ja, toen werd eigenlijk mijn broer die zei van Anneke, wil een van die dochters dit net even waan. Toen zei ik, ja, die haal ik een baan. Kom ze bij, maar ik was wel even waar. Nou, zo ben ik je dus heen gebleven. En bij gebrek aan leden, ik in de kerker hier en dat mij bij de doopsgezinden. En sindsdien, ja, ik keer gewoon bij deze kerker. Nou, dit is hem. Dit is het boek, het natuurlijke boek van de Kniepen. Hier staan de jaren in die het Anne Senneke hier west had. Njontje en halve, njontje vuftien. Hier eigenlijk is de allereerste keer dat ze zelf schreef. Dit is haar handschrift. Ze schreef zelf? Ja, dat had me ook verbaasd. Hier, haar handtekening. Ja. Dat is de kerkraadsvergadering op 1 september 1911. Ja, toen wist ze er nog net, dus. Toen wist ze er nog net, maar stiert er toen al wat van haar in dan? Ja, hier stiert eigenlijk het hele verhaal in, hè. Ze is gewoon net komen, want zij hier een brief van een collega kregen en daar stiert in van hier in het dorp, nou, zo'n ze haast van God loswijzen, hè. Ze hier eigenlijk helemaal geen respect meer voor de dominee en de pastorie is hier naar zijn kroeg, dus daar heen je heel wat les van. En er weer ontzettend een ruzie over haar komst. Dan werd er verslag van die dat die twee mannen... Ja, de boer in Siebinga. Ja, ja in het snijske pak naar Amsterdam reizen binnen. Ja. Dat zoek dan voor me, dat ze hier uit de kniepen waren met tramke en dan met de trein. En dan gaan ze daar aanbellen op een sneuntemorgen. En had ze haar vregen waarom ze net komen voor. Ja. En had ze toch nog een keer er heel goed onaai denken voor. Dat ze daar zijn wereldreis voor hoor. En eigenlijk is het gewoon een wereldreis voor hem. Ja, het is een hele grote reis. Volle grote dus. Dus wij eens voorstellen. Ja. Ik bedoel, je gaat naar Amsterdam, je stapt in de auto. Maar... Ja, ze had er een heel soort voor oor gehad om haar hier te krijgen. Ja. Anne wie een hele serieuze student, want ze wist dat alle egen op haar rug te wien en dat ze dus je stek vallen litten mocht. Het kwam er echt wel op karakter aan, want bijvoorbeeld professor Kramer, die haar wel steunde en ik wel mocht, die zei dat er zelf nooit stichting bij een vrouw ziekje zou. De doopgezinnen stelden wel de kansel even van de vrouwje, maar dat betjutte nog net dat iedereen er ik vol uitsjoer ging achterstieren. En dat viel de Anna natuurlijk wel. Soms is het alsof ik zoek raak in al die boeken. Het is heel interessant allemaal, maar vaak ook brengt het me verder van huis dan dichter bij mijn hart. Hierbinnen kan ik de poëzie en de muziek soms zo missen. Het is net of ik daarin dichter bij een ervaring van de eeuwige kom. Terug de opleiding zocht ik naar kunst en nou, hele mooie poëzie en teksten. En dat, maar het maakt mij alles mij in mijn koor. Ik vind de kunst ook prachtig, maar als je nou zo stien, midden in de sneeuw, dan denk je van ja, dit kun je toch net al je bevatten, hoe het al je in mijn koor steekt. Vader en moeder. Ze zijn allebei begaafd in lesgeven en in scheikunde. En Frits is een talent in de natuurkunde. Mijn zusje Beb, die wordt vast een heel goede schrijfster. En ik kies ook zelf wat ik worden wil.
Dit wil ik. Nou, dit is de oude bibliotheek. Waar Anna Senning natuurlijk heel veel studeren had. In deze tafel had ze na haar studeren ik haar naam gezet. Daar staat ze. Ja, wat mij altijd opvalt is wel dat haar voornaam erop zit. Hè? Bij de orde had ze eigenlijk bij die Molly al je voorletters. Ja. Maar ze had heel duidelijk haar voornaam erin gezet. Een bibliotheek is het en meer, dus het kerst ik wel zien. Dit ben de vroegere bibliotheekkassen. Op een gegeven moment in Joontje Jochen had ze echt bewust gekozen om hier haar dopen te letten. Dus ik in deze kerken die het bieden doopgezinde, onder doopgezinde singles dit is maar. Ja, dus ze is eigenlijk doopgezind worden omdat dat de enigste stroming wie werd zij eigenlijk op een kansel kon. Ja, ja, precies. Ja, dus... Wie dat net wat opportunistisch om dat zat te doen? Of... Ja, dat is een vraag die me vaak gesteld wordt. Van, is dat een opportunistisch? Maar opportunistisch zo wijzen dat je helemaal geen principes, dat je al je principes varen liet. En dat is het net. Ze had heel, juist heel veel principes. Maar om daar iets van, hoe het voor het licht te brengen, moet je wel een plak houden om het te vertellen natuurlijk. Dus ik zou leven steeds van het is opportun. Hè? De mogelijkheid doet zich voor. Ja. En zij kiest ervoor om dat om te pakken, maar bij de hand. Wat heb ik hier genoten van de lessen van Jacoba Mossel. Hier binnen bij de Vrije Gemeente voel ik direct weer hoe rijk en ruim de wereld van de religie kan zijn. De honger die ik hier heb opgedaan naar kennis over andere denkwijzen en culturen, naar het rijk van de kunst, wetenschap en de filosofie, die gaat denk ik nooit meer over. Dat hoop ik tenminste. Ik vind het zelf geweldig dat dit het plak is waar het alweer ontstaan is voor Anna Senning. Ik ga je concerten zien en toen werd ik hier ineens om een hele oren reden. Dat zeg ik het gebouw en ineens ik mijn hele oren eigen. Paradiso is nou een poptempel, maar vroeger was het het gebouw van de Vrije Gemeente. Een hele vrijzinnige geloofsgemeenschap in Amsterdam. Ze stond eigenlijk voor dat Leon volle vrijer worden moest. De verhalen kon niet over Jezus of over Mozes, maar lekker goed over Boeddha of over Socrates of over Lessing. Toen ik hier voor de eerste keer weer van mijn onderzoek moest ik echt denken aan wat Anna Senning ergens in haar autobiografie schreef. Zo het zou erg wijzen als de mensen naar het kerken komen van de muziek in plaats van de preek. En dat had ze nooit weten kent, dat dit paradies zou worden zoeken. Maar dat is wel prachtig. Ik ben zo opgelucht dat ik voor de kniepen heb gekozen. Mijn god, baard. En Menzingen weer. Ik moet er niet aan denken. Zo kaal, zo zwijgzaam. Kijk, dit is toch allemaal veel vriendelijker. Eén keer in de pastorij, die aan een gezelschap van haar zus Elisabeth, want die wie maar haar mij kwam. En ik hoorde mooi wat werkje van haar roman. En wie er ook nog de jonge huishoudster, Uiltje.
Maar toen Beb na een jaar weer voortging en het naaien er misschien voor haar ik wel wat afwierde, was het toch wel heel eenzaam in de pastorij. Ze miste haar familie en haar vrienden in Amsterdam, het studentenleven. Ze hield haar werk en die wil haar best, maar ze sprutte Friese taal net. En ze kwam er stadig gewoon achter dat de plattelandscultuur een barrière vormde tussen haar en haar gemeente. Ja, ze kwam uit een ander milieu, ze kwam uit een stad. En in 1900 kniepen we natuurlijk jermoedig, veenarbeiders. Ja, of het waren echt arbeiders. Dat ze nou boer waren, nou bij de veen waren werken. En ja, dan komt toch een stedse dame. Ze mochten haar als mees heel graag. Ze werden wel eens zijn van, nou, dominee preek het goed en het duurt gelukkig net zo lang. Het allerergst vind ik dat het zo moeilijk is om dieper contact met de mensen te krijgen. Zelfs bij het ergste leed blijven ze zeggen, ach, dominee moet maar denken, na regen komt zonneschijn. Morgen is er weer een dag. Of, dominee moet er maar niet te veel over inzitten hoor. Ik ben opgegroeid in Reetskerk. Of zat ze dan hier steeds in zijn rust vinden, de oren waren. En het is hier ook inderdaad wel wat oors. Meesken had het op de tong. En ben jij geneigd om alles te zezen. En ik denk ook dat je dan later in je werk als dominee, dat je daar dan ook mee te krijgen. Dat meesken alles in je zezen. En daar moet je dan ook oor kennen. Ik ga maar in behind zitten. Wat bekend vind je nog? De kwaliteit voor ik het daarvan heel iets net voor ik het wat vind ik. Doet zij je wennen, kwam ze eigenlijk wel in aanraking op een gegeven moment met mij, echt echte jermoede. En ik heb me altijd nog verbaasd, want ik heb altijd toch in Amsterdam is die jermoed echt. Maar op een of andere manier is ze daar blijkbaar nooit mee geconfronteerd in Amsterdam zelf. En toen ze hier dan wennen, kwam het zogenaamde Naïers erop, op Naïers Dijen. De eerste meester die in Friesland langs de dwarm ging op 1 januari van Vooi. Ze weer ondien terug wat ze daar zeggen. Een heel eerlijk gezin, hè? De mem ziek. Toen ze beloofde die meester om langs te komen in de compagnie. Om die meester de tekens te brengen. En ze bracht ze direct tekens. En ze tocht daar wat goeds te doen. Maar even letter, over die stien je een hele ploeg meesten in de compagnie verdoor. En die zijn er binnen wel slimmere meesten in de compagnie die tekensbroeken kennen dan dat gezin. En dan kwam ze er bij beetje wel achter dat haar eerdere ideeën, ook gewoon dat elk individu geholpen werken, dat daar kwam ze wat op bij waarom. Dat toch wel echt hele oren zaken onpakt worden moesten. En dat ging dan beetje bij beetje kwam ze erachter van drankbestrijding en een gemeenschapsgevoel kweken. Dat helpen zou. Hè. Ze werd echt een geheelonthouder. Hè. Ze dronk net, ze rookte net natuurlijk. Helemaal in de filosofie van dat ze een voorbeeld wijzen moesten. Ik van de meesten, van de eerder mijn meesten, werd het drankprobleem natuurlijk gigantisch weer. Hè. De landloperij en de stroperij. Na zo'n 2 jaar van terugzetten en volhouden in de kniepen, barde er wat onverwachts in het leven van Anne. Jan heet hij dus. Jan Mankes. Wat een prachtig schilderij van die raaf. Of kraai, wat was het? Zo fijnzinnig, zo ingetogen. Zo stil ook. Wat voor iemand ben je als je zo de geest van iets kunt vangen? De Wadsterdiek, die was je favoriet bij Anne. En ook bij Jan. Vanuit zijn atelier in het meer zeg je erop uit.
Hij had het vaak schilderen. Op het eind van die dijk in Oranje Woud sprutsen ze dan aan. Maar ze roemden er net de gieren hinnen. Want de kniepsters mochten nog net weten dat er wat geende wier tussen die twa. Jan, die zie je het altijd daar, precies daar in het hoekje onder het orgel. Ik denk dat er dan ik snel weer uitkoor naar de preek. Dan neemt hij door. Ja, en Anna die zie je dan op een preekstoel. Ja. En hij kwam speciaal voor haar, maar hij had er luister in. Hij zal ik nieuwsgierig naar haar west haar als eerste vrouw, maar zeker ik als een geleerde vrouw, als een vrouw mij inhoudt. De meeste keren dacht natuurlijk ik dat Jan eigenlijk maar een beetje schilderig weer en geen idee van dat hij heel bekend weer. Heel snel praten door de liefde. Hè? En woorden per brief eigenlijk maken er zijn leefde van haar bekend. Maar er kwam een ijzig briefje rond van haar. Dat zal genoeg voor hun hier. En dat ze op zo'n manier net mij in vierde woorden, alleen nog als vreun. En dat is juist van dat ze qua een hele periode eigenlijk net spreken. En dan komt er ergens in juni in Noordje Viertje, komt dan van hem een bericht van Silik bij daar in Tjerke komen. En dan zei ze, kom maar weer. En die sneen preek het zeker om hem. Ja. Ze preek, haar hele preek is rucht om hem. Dat hadden de meesten in de kniepen nooit weten, die hier zitten haar. Maar hij zal het zeker daar onder het Tjerke ogel weten. Gong ik als een lopend vuurke natuurlijk door het dorp. En de meesten die zijn van dominee die trouwden. Nou, die verkering hier dan, dat koe absoluut net. En ze schroefde zelf ook in haar boek van dat ze dacht dat ze dus eigenlijk maar een non weer. Hè? Maar nee, meesten die het begrepen het helemaal niet. Want die zei, die woer, je zag graag komen, ze is hier. En dan heeft ze verkering en ze gaat dan gaat ze voort. Ja. Dus dat vond ze niks. Dus maar de winnig sterker is leden die het haar net feliciteerden. In die tijd werd het nog zo van een vrouw. Had je trouwden, maar je baan op Jan. En het klinkt misschien vreemd, maar Anna had zich er nooit in verzet. Ze wou heel graag waarom naar de stad. En maar Jan begon een nieuw leven. Ze verhuizen naar Den Haag, dat weer door het centrum van de kunstwereld. Goed van Jan's werk en voor haar de rijkdom dat ze zo verlet van hier. Is er nog iets voor de laatste vergadering van Anne? Ja, die is eind of in de simmer van jongetje 15. Zo, die is hier. Ze ziet het naar een opvolger. Heeft ze daar nog invloed op haar? Als ik het zal lezen, dan doe ik ze daar de hand wat van alles. Is wel mijn oren ding bezig. Het is een maand voor het huwelijk met Mankus. En ik weet uit de orenbron eigenlijk wel dat ze toen al heel druk bezig waren met het verhuisje naar Den Haag. Ja. Zit je van hoe is daar? En... Maar is dit helemaal, vindt ze dus, geen bijzonderheden over haar in of... Nee, dat ze afscheid neemt van de Tsjechië of zo. Er is niks bijzonders in, maar misschien is dat wel heel bijzonder. Want de allerlaatste zin van haar allerlaatste vergadering is... Niets meer te bespreken zijnde, sloot de voorzitter om 10:30 de vergadering. Dat is haar laatste wapenfeit hier in de kniepen.
sinds mijn Jan een zoon krijgen. Pint. Hij werd letterkunstner. En het spiet mij tegen. Dien Jan stiert in Eerbeek aan TBC. Dan ben je hem nog maar 4 jaar getrouwd. Daarna is het tieren dreig voor mij om als vrouw alleenig weer als predikant een gemeente te vinden. En het wordt net maar zijn volle wens zijn, maar ze vinden die oer al te vrijzinnig. En misschien ook wel wat te links. Maar de studie bleef. En dus is het uiteindelijk ook nog promoveren in de theologie. Uiteindelijk zit in draai fine bij de Nederlandse Protestantenbond in Rotterdam-Zuid. Daar stichtte ze de allereerste ecumenische gemeente van Nederland. Daar bloost op hege leeftijd lieke eigenzinnig als toen in die jonge jaren wist. Haar vreun in de kunst en in de literaire wereld. En daarin viest een protte vreugde, treest en leeuwen.